Laten we hem oppakken op 8:10. Positie 46. Ja. Ik begrijp gewoon niet waarom je niet hebt voorbereid. Ik begrijp gewoon niet waarom je je niet hebt voorbereid. Jij hebt jouw manier. Ik de mijne. Oké? Zitten we wel op de laatste versie? We werken met de beste dataset. Misschien met iets meer? Meer emotie? Ja, herstart maar. Ik begrijp gewoon niet waarom je niet voorbereid hebt. Jij hebt jouw manier. En ik de mijne, oké? Ik wil gewoon niet dat je... Dat ik wat? Dat ik jou en papa en mama voor lul zet? Dat ik er een zooitje van maak? Dat zeg ik toch helemaal niet? Of denk je dat ik de paar leuke momenten uit onze jeugd niet netjes kan opdreunen? Misschien had je er meer gehad als je het ons niet zo moeilijk had gemaakt. Ik ben mijn kaartje vergeten. Het spijt me. Volgende keer zorg ik dat ik een kaartje bij me heb. Beloofd. Kun je het door de vingers zien? Voor deze keer? Helaas niet. Anders moeten we dat voor alle passagiers doen. En de boete voor het ontbreken van een geldig vervoersbewijs is 50 gulden. Ik draag de verantwoordelijkheid, de zorg voor de financiële zaken van deze trein. Dat moet in orde zijn. Dat is toch niet... Ik ben gewoon mijn kaartje vergeten. Waarom gelooft u me niet? Het is 50 gulden. Of ik moet u bij het volgende perron de trein uitbegeleiden en overgeven aan de autoriteiten. In orde. Afgesteld. Roken is niet toegestaan. Ik heb de coördinaten bij positie 48 aangepast. Vanaf daar begint het onregelmatige gedrag. Ik begrijp gewoon niet waarom je je niet hebt voorbereid. Ik heb een kaartje geblokt. Ik wil gewoon niet dat ik wat. Jou en papa en mama niet voor lul zet. Dit gaat toch nooit werken zo? Opnieuw proberen? Nog een keer! We hebben het al 80 keer gedaan! Denk je dat het aan ligt? Moeten we herstellen van de backups? De vorige versie? Ik denk het niet. Hoe groter we de dataset maken, hoe meer input we leveren, des te beter ze leert omgaan met verschillende situaties. Improviseren, zelf keuzes maken. Weet je wat er na positie 49 gebeurt? Eerlijk. Ja, ik ben gewoon mijn kaartje vergeten. Dat gelooft u me niet. Als u even wil meekomen? Nee. Nee, dat kan niet. Kom op. Help even. Ik heb niks voor je. Ik heb niks voor je!
Jij helpt mij nooit. Jij wil mij alleen maar dieper de stront in zien zakken. Dat is wat jij wil, hè? Dat is wat jij wil. Ik kan er niks aan doen. Ik kan er niets aan doen. Hé! Hey! Jij zei dat dit zou helpen. Ja. Maar niemand zei dat het makkelijk was.